zo'n hekel aan, eigenlijk. Zo'n hekel aan dat politiek correcte gelul. Want dat hoor je zo af en toe. Weet je wel, dat mensen het nodig vinden om politiek correcte dingen te gaan zeggen. En heb je dat gezien? Dat was dus nu weer aan de hand bij Op1. Gezien daar, Mart Smeets. Ja, en die Mart Smeets, dat is natuurlijk een figuur. Ja, wel een persoonlijkheid, dat is hij zeker. Maar ook iemand die heel erg tevreden is met zichzelf. Onze Mart. En Mart vond het ook nodig om politiek correcte dingen te gaan zeggen. Alsof ze waar zijn. Dus die zegt dan in één keer, ja, al die vluchtelingen die komen in Nederland, daar moeten we ons hart voor openstellen. Ja, dat is lekker makkelijk gelul, Mart. Als je gewoon in een prachtig huis woont, daar in Haarlem ergens. En ja, dan kan je dat makkelijk zeggen. Heb jij ooit in zo'n wijk gezeten? Zo'n zogenaamde, weet je wel, de multiculti-wijk? Nou, dat is dan, ja, die mensen praten anders hoor. Die zeggen niet van, zet de grenzen maar open en laat iedereen maar binnen. Dat gaan die mensen niet zeggen, nee. Want dat is allemaal niet zo leuk in de praktijk. En dan is het makkelijk lullen vanuit je villaatje. En dat bedoel ik met politiek correcte dingen zeggen. Het is allemaal zo makkelijk. Weet je wel, je kan ook wel zeggen, want dat zei Mart Smeets dan ook. Nederland is helemaal niet vol. Dat zei hij. Nederland is niet vol. Nee. Zeg dat even tegen mensen die elke dag in een file staan. Is Nederland er niet vol? Nee, Nederland is heel erg vol. Mart, ja, bomvol zelfs. In 2026 zijn er al 18 miljoen mensen. Zover is het al. Het wordt maar meer. En daar doen we niks tegen. En die files, dat wordt alsmaar erger. Een record na record wordt gebroken. 750 kilometers morgens, dat vinden we al helemaal normaal. En de experts zeggen, het wordt de komende jaren nog erger en nog erger. Nederland is bomvol. En nog even wat, Mart. Zeg eens tegen die mensen die helemaal niet aan een woning kunnen komen. Of Nederland vol is. Hé, die mensen die zijn wanhopig, komen niet aan een huis. En die merken dat Nederland bomvol is. Bijna tot je 30ste moet je thuis blijven wonen ongeveer in Nederland. Zo erg is het geworden, ja. En dan nog even terugkomend op dat verkeer. Hoe vaak moet je niet, hoe lang zoeken voor een parkeerplekje in Nederland? Dat is toch om wanhopig van te worden. En wat gebeurt er als het mooi weer is? Dan kan je niet eens aan het strand komen. De wegen helemaal vol en vol. Stranden overvol. Dan loop je over de mensen heen. En door Nederland, Mart Smeets. Nederland, en noteer hem, is bomvol.